Hi allemaal, ik ben Jelena en het is weer tijd voor een nieuwe aflevering van Q-Time. Zoals ik altijd zeg, is dat je Q-Time op verschillende manieren kan gebruiken of verschillende manieren quality time kan hebben. En misschien wil je jezelf investeren, maar misschien wil je quality time gebruiken om te leren hoe je beter met je kids zou kunnen omgaan. Of om ze gewoon beter te kunnen begrijpen. En vandaag heb ik in de studio Stichting Apollos en ze hebben iets ontworpen dat jou als opvoeder of ouder kan helpen hoe je dat het best met je kids kan doen. Vandaag heb ik in de studio meneer Serge André en Rabiel Sragio. Heb ik het goed uitgesproken? Ja. Welkom bij Q-Time. Dank je. Dank je. How are you guys doing? Ik maak het goed. Gaat prima met mij. Ja. Ja, ik maak het ook goed. Alright, nee, dan moeten we een goede Q-time hebben. Als het goed gaat met jullie, dan gaat het ook goed met mij. Mm-hmm. Jullie zijn van Stichting Apollos. Ja. Wat is, ja, zo zucht, wat zou je zeggen, wat gebeurt er? Nou, Stichting Apollos is een stichting die al ongeveer 30 jaar aan de weg timmert. Mm-hmm. En de afgelopen 30 jaar hebben we ons heel sterk gehouden met toerusten, klaarmaken, opleiden van mensen die in de kerk actief zijn en iets willen doen in de kerk. De kerk is over het algemeen heel breed qua werkzaamheden en mogelijkheden om je in te zetten. Mm-hmm. En wij trainen de mensen. We hebben van die standaard cursussen. Mm-hmm. Maar daarnaast heb je dus dat een kerk soms ook kan vragen van, maar kunnen jullie zo'n cursus ook bij ons komen verzorgen? Even voor u doorgaat hoor. Wat is een standaard cursus? Een standaard cursus is een cursus bijvoorbeeld zoals preekkunde. Yeah. Of iets met pastoraat of kinderwerk. Mm. Weet je, dus dat zijn de standaard dingen die je in een kerk tegenkomt en waarvoor mensen toegerust worden. Oké, okay, yes. Mm. En andere kerken vragen jullie om andere cursussen uit te zetten? Ja. Okay. En cursussen uit te zetten, bijvoorbeeld iemand kan komen en zeggen van, maar hoe staat het met, hoe ga je om met financiën, weet je? Overal. In de kerk? Ja, ja. En dan kijken we uit naar iemand die daarin goed is. En dan vragen we, oké, maar kun je een cursus opzetten die de mensen gaat toerusten? Want ook de kerk moet zijn financiën goed beheren. En dan wordt zo'n cursus opgezet. I get where you're going. Yeah. Yeah. All right. Mm. Maar nu hebben jullie een hele opvoedingscursus uitgezet. Mm. Mag ik daar alles over weten? Ja, zeker. Die cursus is eigenlijk naar ons toegekomen. Ja. Ongeveer anderhalf jaar geleden. Toen klopte Karel Breveld bij mij aan. Mm-hmm. Een mattie van me. In de afgelopen Shout jaren. Out to Karel. Ja. In de afgelopen jaren hebben we samen heel wat dingen ontwikkeld, opgepakt. Hij was directeur voor mij. Ik heb toen van hem overgenomen. En hij kwam toen met, hey Serge, er is een cursus. Maak ze sterk. Is iets voor Apollos om te gaan oppakken en te gaan uitzetten. En toen zijn we aan de slag geweest met een team ook uit Nederland. En hebben we gekeken van hoe kunnen we het zo veel mogelijk Surinaams maken. En ook vandaar, als mensen gaan komen, zij die gaan komen, die boekjes gaan krijgen. Mm-hmm. Hebben we ook Surinaamse plaatjes op de voorgrond enzovoort. Mm-hmm. Maar ook qua inhoud, dat die cursus aansluit bij de beleving van opvoeding in Suriname. That's nice. Yeah. Oké. Okay. Er is een cursus dus die wordt uitgezet. Hoe lang duurt deze cursus? Ja, de cursus duurt ongeveer, je kan zeggen een week. Mm-hmm. Het start donderdag 22 juni tot dinsdag 27 juni. De zondag niet. Mm-hmm. De tijd is, we beginnen door de week van 6:30 tot 9:00. En op de zaterdag is het van 4:00 tot 9:00. De locatie is in de Baptiste gemeente Vrije Evangelisatie en dat is gevestigd aan de Wagenwegstraat nummer 20. De laatste dag om zich in te schrijven is dan maandag 19 juni 2023. Duidelijk. Heb je de tijd ook voor maandag? Nee, helemaal goed. Je hebt het kort en krachtig helemaal direct uitgelegd. Waar kan ik me precies inschrijven? Dat heb ik volgens mij gemist. Of kan ik alleen bij aan de Wagenwegstraat komen? Of is er ook een nummer die kan bellen? Of een mailtje kan sturen? Of gewoon old-fashioned way zelf aanmelden? Ja,
U zal een bericht kunnen sturen op het nummer 8519134. U kunt me een berichtje sturen dat u zich wilt inschrijven. Dat wordt gewoon via de app gedaan. Mm-hmm. En dan neem ik dan verder contact op. En dan stuur ik dan alle gegevens, wat u nodig heeft en waar u terecht kan zijn voor de betaling. En dat is dan aan de Herenstraat, mm-hmm, bij ons op kantoor, mm-hmm, nummer 19. Alright, duidelijk. Maak ze sterk. Mm-hmm. Maar wie kan allemaal komen? Want je kan een opvoeder zijn, maar je hoeft bijvoorbeeld geen kinderen te hebben. En ik ben ouder of zo, maar ja, ik zorg misschien niet voor mijn kinderen. Wie kan allemaal meedoen? Of wie is allemaal eligible om mee te doen aan deze cursus? Eigenlijk iedereen die affiniteit heeft met opvoeding van kinderen. Mm-hmm. Net wat je zegt, van het zijn niet alleen maar ouders, dus biologische ouders, maar er zijn zoveel opvoeders. En die zijn van harte welkom, die mogen komen. En die zeggen van nou, ik wil meer weten over de onderwerpen die behandeld zullen worden. Onderwerpen zoals dat kind echt weerbaar maken. En daarvoor gebruiken we soms een heel klein praktisch voorbeeld van, bijvoorbeeld iemand loopt tegen je aan en duwt zijn schouders tegen jou aan. En omdat je niet daarop voorbereid bent, dan is de kans heel groot dat je omvalt. Of dat je even struikelt. Terwijl als je erop voorbereid bent, er komt een duw, dan sta je steviger. Het leven kent heel veel uitdagingen in zoveel opzichten. En dan is het goed om kinderen daartegen weerbaar te maken, sterker te maken. En we praten ook over kinderen, hoe ze en ouders omgaan met beeld en social media. Veel ouders die lopen ook tegenaan van, mijn kind is zo vaak op social media. Help. Hoeveel tijd brengt dat kind nog door met studeren en iets nuttigs leren enzovoorts. Nou, dus daarover wordt ook gesproken. Er zijn verschillende onderwerpen, volgens mij 8 in totaal. Kinderen die omgaan met angst, uh-huh, maar ook de ouders zelf. En de communicatie tussen kinderen en ouders wordt ook belicht. En ja, dus zij die denken van nou, ik zou graag meer daarover willen weten in de opvoeding met mijn kinderen, van mijn kinderen, of, want het is ook een trainer cursus. Ja. En toen zeggen we, oké, maar dan word je toegerust om ook anderen in je wijk, of omdat wij ook veel al werken met kerken, mm-hmm, en toen zeggen we, oké, maar die andere ouders in de kerk, die kun je dan ook weer gaan toerusten. Met deze informatie. Ja. That's very nice. En, iedereen die, zoals je zei, affiniteit heeft met kinderen, kan dus komen. Maar hoeveel kost het? Dat is eigenlijk niet gratis. Want het is a great idea. En we kunnen altijd extra tools gebruiken. Altijd een refresher als caretaker. Hoe het beter kan gaan. Of hoe je je kindje beter kan helpen. Om goed weerbaar te worden voor de maatschappij die op hem of haar te wachten staat. Yeah. But hoeveel zou ik hiervoor moeten betalen als ik me wil opgeven? Yeah. Het bedrag is dan 1500 SRD. Yes? Yes. Yeah. En dan kom ik met mijn 1500 SRD en everything else is taken care of. Ja, dus je komt gewoon met je 1500 SRD, dus bij ons op kantoor. Mm-hmm. En dan, everything is taken care of. No. Helemaal. Of je kan ook online betalen. Ja, dus we kunnen overmaken kan ook. Ja, overmaken kan ook. Oké, let's do this. Het is altijd leuk wanneer mensen trainingen willen geven, of trainingen zullen geven. Want jullie gaan het wel degelijk doen. Mm-hmm. Maar ik neem aan dat u zelf ook een ouder bent. Hoe is dat hoe is dan uw ervaring? Is het een curriculum dat is vastgesteld of is het ook uit personal preferences en experiences dat deze cursus wordt gegeven? Sowieso is het een curriculum van verschillende onderwerpen, mm-hmm, waarover van tevoren is nagedacht. Maar ik ben zelf ook vader van een dochter, nu 23. Hey. Ik weet nog toen ze geboren werd, toen ik studeerde in Nederland en mijn zus die woont in Frans-Guyana en die belde me op. En die zei tegen me van, hey Serge, vanaf vandaag, je leven is anders. Mm-hmm. Je hebt de verantwoordelijkheid van een kind. Mm-hmm. Ik vergeet het nooit. Het is me altijd bijgebleven van, opvoeden. Maar voor mij betekent ook betrokkenheid. Ik wilde altijd weten van, wat gebeurt in het leven van mijn dochter. We hebben een hechte band. We zijn vrij open naar elkaar toe. Maar dat is ook gekomen door wat ik onder andere geleerd heb van anderen. Door te luisteren en dingen mee te maken. Ik weet nog dat ik tijdens mijn studie, ook omdat over dit soort zaken werd gesproken, er was een van de mannen naar wie ik mag opkijken,
Die zei van, soms dan nam hij een van zijn kinderen apart. Dan was het papa en die dochter of zoon hun tijd. Mm-hmm. En dan was het van, oké, we gaan heel open zijn naar elkaar toe. Jij mag me vragen stellen mm-hmm. over mijn werk, over hoe ik in het leven sta. Maar ik mag je ook vragen stellen. En dan spreken we af dat we eerlijk zullen zijn naar elkaar toe. Dat ben ik ook zelf gaan toepassen in de opvoeding van mijn dochter. En eigenlijk van jongs af aan, dat ik zei van oké, maar dan gaan we eerlijk zijn naar elkaar toe. Jij vertelt mij hoe je mij als vader ervaart. En ik mag jou ook vertellen hoe ik jou als dochter ervaar. Yeah. Wow. Ja. Leuke gesprekken moet het zijn geweest. Ja. Ik weet nog een van de gesprekken, toen zei ze van, ik heb het idee dat je me te veel wil beschermen. Mm-hmm. Ik zou graag meer ruimte willen hebben. Nou, dat is dan gehoord. Mm-hmm. Maar het is ook, zijn ook die momenten geweest dat je kon zeggen, oké, maar dit vind ik niet leuk bij je, dit vind ik niet leuk. Wil je daarop letten? Wil je zus opletten? En als ik nu terugkijk, en ik, zoals ik het nu ook beleef, mm-hmm. is een goede band tussen ons en dat vind ik heel prettig. Right, that's beautiful. En dat gaat dan ook gewoon weer terugkomen, of tenminste, de open, duidelijke, eerlijke communicatie. Dat is ook iets dat meekomt in deze cursus. Ja, je kunt het niet maken, zeker in deze tijd, dat je een cursus hebt van over opvoeding praat mm-hmm. en dat je niet open bent naar je kind. Want het kind ziet ook je eigen zwakte, je eigen tekortkomingen. En die kun je niet altijd camoufleren. Het is maar beter dat je open erover praat. Definitely. En wat we ook zien, en misschien het nog dit even nog, mm-hmm. is dat veelal cursussen die komen, die steken meer in op de middenklasse naar boven. Mm-hmm. Een van de redenen waarom wij die kerken betrekken, is dat we gezegd hebben van, we willen ook de lagere sociale klasse bereiken met deze cursus. En in haast alle weken staan de kerken. Ja, dat is wel zo. Mm. Wel, het is heel mooi dat jullie iedereen willen bereiken. En in het vorige gesprek gaven jullie ook aan dat jullie 2 mensen gelukkig willen maken, die deze cursus gratis mogen komen volgen of kunnen participeren. Zo, jullie mogen zelf nu de mensen oproepen om mee te doen. Want het is heel makkelijk om mee te doen. We hebben ook een surprise voor jullie. En we willen graag 2 mensen blij maken. Die deze cursus willen volgen. Maar de 15 SRD niet kunnen missen. Wat je moet doen is, stuur ons een bericht. De eerste 2 mensen die ons een bericht hebben gestuurd. Die zijn de 2 gelukkige winnaars. Nou, makkelijker kan het niet om mee te doen aan deze cursus. Yeah. Ik vond het heel fijn om jullie bij me te hebben. Okay. En ik vind het heel leuk dat jullie dit initiatief nemen om alle lagen van de maatschappij te bereiken en ook te betrekken in iets dat super handig kan zijn als opvoeder of ouder om je kind beter te begrijpen en natuurlijk zoals je in het begin aangaf, weerbaar te maken voor het leven en de maatschappij die hem of haar te wachten staat. Zeer zeker. Nou, ik wens jullie heel veel succes met deze cursus en ik vond het super fijn dat jullie bij me waren. Nou, fijn. Ja, ook bedankt dat we bij jou mochten zijn. Graag gedaan. Okay. Nou, vandaag hadden we Stichting Apollos in de studio bij ons. En ze hebben een prachtige training uitgezet. Maak ze sterk. Deze cursus is voor ieder die affiniteit heeft met kinderen. Of ook gewoon voor opvoeders of ouders die gewoon de extra tools willen krijgen. Deze cursus kost 1500 SRD om mee te doen. En deze cursus is van 22 juni tot en met 27 juni. Kan je deze 1500 SRD niet betalen of op dit moment niet missen? Stuur dan gauw een berichtje naar dit nummer dat nu in beeld komt. Want de eerste 2 mensen die een appje sturen, mogen gratis deelnemen aan deze cursus. Ik heb enorm genoten van hun aanwezigheid en ik hoop jullie thuis ook. And remember, your time plus my time is Q time. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.